Slavenmeester Frederik Knuffel had twee mulattenkinderen rondlopen op plantage Frederiksdorp. Kinderen die hij heeft gehad met het tot slaaf gemaakte Grietje. Maar ik weet niet of je dat goedheid moet noemen. Dit zegt historica Mildred Caprino in deze aflevering van de radio- en televisiespecial Meer dan toerisme. Verslaggever Sam Jones praat met Caprino en was ook enkele dagen op het prachtige plantageresort Frederiksdorp aan de Kommerwijnenrivier. De daggasten uit de stad besluiten verkoeling te zoeken bij het zwembad. Intussen zijn er ook Nederlandse toeristen gearriveerd. En samen met de Vlaamse studenten besluiten ze om mee te doen aan de historische rondwandeling op Frederiksdorp. De gids Giovanni Gottlieb geeft eerst achtergrondinformatie over de oude plantage. Knuffel heeft 2 stukken grond gehad. Giovanni vertelt over Knuffel, die eigenaar was van de naastgelegen plantage Johanna Margarita. Maar Frederik Knuffel was ook eigenaar van Frederiksdorp, dat naar hem genoemd is. Johan Frederik Knuffel moet een mooi woonhuis gehad hebben in Paramaribo. Ook de gracht waaraan dat pand lag, werd naar hem genoemd, de Knuffelsgracht. Historica Mildred Caprino heeft haar roots ook in Kommerwijnen. We spreken haar bij Eco, een heerlijk resort aan de Suriname rivier, in Paramaribo. Caprino heeft speciale belangstelling voor het slavernijverleden en ze weet veel van de plantages. En natuurlijk ook over planter Frederik Knuffel. Ik noem die Frederik Knuffel echt geen planter. Er kan misschien in de geschiedenis staan dat hij door planterij erg gefortuneerd is geworden. Maar zelf heeft hij echt geen vinger in de grond gezet. Hij had een hele grote, relatief grote groep van slaafgemaakten die zeker 100 hectare land in cultuur heeft gebracht. En als ik zeg in cultuur heeft gebracht, dan moet u zich voorstellen, in het begin ontbossen, het aanleggen van kilometers lange kanalen, sluizen en het in de grond stoppen van koffie en katoen. En als ik zeg koffie, daar staat er nogal wat informatie over. U moet zich dus voorstellen dat omstreeks die tijd ongeveer 120.000 planten, koffieplanten, 120.000 koffieplanten in de grond worden gezet. Nou, dat doe je dus echt wel met een redelijke grote slaven, of groep van slaafgemaakten. En hij had er ongeveer zo'n 160 tot zijn beschikking, later misschien meer. En die plantage is inderdaad tot grote bloei gekomen wat betreft productie. Intussen laat gids Giovanni de plantage zien waar Knuffel eigenaar van was. We kijken eerst naar de collectie oude flessen onder een van de politiewoningen. Dit zijn de jeneverflessen. We zien daar ook oude pijpen die gebakken werden, munten uit lang vervlogen tijden en nog veel meer flessen. De historica Mildred Caprino in een reportage van Sam Jones.